Welkom bij een nieuwe uitzending van De Dialoog, dames en heren. Vandaag praten we in de studio met een aantal jonge mensen, jonge hindoes, over in hoeverre hindoe-tradities onder druk staan op dit moment. Ik heb in de studio Ashish Mathura. Je bent in het dagelijks leven IT'er, maar je houdt je ook bezig met priesterwerkzaamheden. Hindoe-pandiet ben jij. Mm-hmm. Natasha Umrao Singh. Je bent net afgestudeerd. En dan heb je Vikesh Harinarayan, je bent bezig met een studie lucht- en ruimtevaart. Ja, dat klopt. Ja, okay. Meteen de vraag, welke traditie zou je vandaag nog overboord willen gooien, hindoe-traditie? Denk jij na, dan kunnen de... Ik denk er even over na. Ja, Natasha, welke hindoe-traditie zou je vandaag nog overboord kunnen gooien? Nou, er zijn natuurlijk echt heel veel tradities. Het hindoeïsme is rijk aan tradities. Wat zou ik zelf overboord willen gooien? Er zijn natuurlijk... kijken zelf naar het huwelijk volgens het hindoeïsme. Het heeft ook vele tradities en dan vind ik zelf dat er ook een aantal tradities zijn die niet meer van deze tijd zijn. Oké, dus niet het hele hindoe-huwelijk, maar een aantal elementen. Nee, ja. Oké, en zou je specifiek kunnen benoemen welke bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld de moeder van de doula. Dat zij bijvoorbeeld thuis blijft om... de doula en de doelin op te wachten. Het is traditioneel zo, voor de mensen die het niet weten, dat als een hindoe-huwelijk plaatsvindt, dat de moeder van de bruidegom in principe thuis blijft en het feest niet mee mag maken. Ja. Ja, en dat zou je willen veranderen. Ja.